Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag weer maandag. En ik kreeg vanochtend weer een appje van ik kom niet. Nou ja, dan niet. Dan blijf ik even lekker liggen. Omdat ik vannacht dus weer eens een keer als vanouds niet geslapen heb. Maar nou heeft Frodo eten gekregen en een plakje worstel gekregen. Het plakje worst opgegeten, maar dat niet weg heeft, Nicky. Maar dan moet wel die kap op. Kom. Zo. Klaar. Dat, Ewen die zit nog wel lekker te smikkelen en te smullen. Die heeft een lekker happie. En Kandalf die zit natuurlijk weer achter de deur. En ik zou eigenlijk vanmiddag weg, maar het heeft net weer geregend. En ik weet even nog niet of ik het doe, want ik heb wel meerdere dingen te doen. Ik heb de was nog steeds niet opgevouwen. Dus ja, het is even denken van, ik moet wel weg, dat is het wel. Maar wat heeft de prioriteiten, hè? Ik moet sowieso ook even nog kattenvoer halen, want ik heb enkel hier beneden en niet boven meer. Dus ja, dat moet ook, hè. Maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag, want het is wisselvallig. Het is nou mooi weer, het zonnetje schijnt, wel wolkenvelden, maar het is een beetje schier. Ja, de lucht is scherp. Maar oké, maakt allemaal niet uit, dan doe je maar een zonnebril op, dat doe ik ook. Ja, en ik zou zeggen, geniet van alles. Tot later. Ja, lieve vrienden. Ik wil jullie weer wat laten zien. Die, hoe heet dat ding ook alweer? Die amaryllis die ik van Corrie kreeg. Er zitten nou in die ene lange steel zitten er twee bloemen in. Die laat ik jullie graag even zien. Eentje hadden jullie al gezien. En dan ben er toch twee. Eén aan deze kant, één aan de andere kant. Ik vind het geweldig. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ik hoop het. En dan moet die nog. Ja, dan moet die nog. Ik vind hem zo gigantisch mooi. Ja, echt wel. Het is wat anders. En gevlamd ook, hè. Het is niet helemaal rood. De vorige die was helemaal rood. Maar die doet nog niks. Die heb ik wel nog een beetje warm gegeven voor het eerst in weet ik veel hoe lange tijd. Maar in ieder geval, die staat boven op de logeerkamer. Maar die bol ook helemaal droog. Ja, deze niet. Dat is zacht. Die andere is. Dat als je eraan komt, dan breekt het af. Dus ik denk dat ook niks meer gaat worden die boven staat. Maar het maakt niet uit. Moeten ze het maar niet zeggen van verwaarlozen in de winterperiode. Had ik hem niet naar boven gedaan, dan had hij beneden gebleven. Maar ja, wie weet gaat hij het nog doen. Ik heb hem water gegeven. En ik zal morgen aan Rebecca vragen of ze hem naar beneden wilt halen. En kijken of we er nog wat mee kunnen doen. Ja, of we er nog redden kunnen. Maar ja, dat is afwachten. Ik ga straks toch even weg. Ik ben nou nog bezig met een video te uploaden in YouTube. En hij moet nog 7 minuten gaan. Dus daar wacht ik nog op. En als dat klaar is, dan ga ik weg. Deze komt dus morgen online. Vandaag is er al 1 online gekomen. En dan hoop ik dat ik vandaag nog weer wat kan renderen. Want het leven op zich gaat voor dat allemaal. Hè. Dat is hobby. En er zijn andere prioriteiten. Ook zit ik in de buurtpreventie en ik ben met dingen totaal niet eens. Want mijn mensen die komen niet bij elkaar om bij wijze van spreken 's avonds in groepsverband. En desnoods als je een hond hebt met je hond. Als die dat gewend is, Frodo, kan het niet meer. Maar in ieder geval, dat je in groepjes van 3 personen of zo, of 4, weet je.
die gaat die kant op, die gaat die kant op, die gaat die kant op. En hou de wijk even in de gaten tijdens je loopie. Ja, is het allemaal, zie je iets verdachts, geef dat dan door. En ja, ik ga dus naar het politiebureau kijken wat we daar aan kunnen doen. Allemaal. Ik wil even daar een gesprek aan gaan. Want zoals in Den Haag, in de grotere steden, dat wordt het allemaal wel gedaan. En je staat continu in verbinding met het politiebureau ook. Daar is wachtcommandant, met de wachtcommandant staat er dan in verbinding. En ik heb ook, als zij nog steeds wijkagent hier is, heb ik ook de vorige keer met die man die in mijn tuin stond, heb ik haar een appje gestuurd. Nou, ik heb niks teruggenomen. Laat hem wat terug horen, weet je. Maar nee, nop en jendo. Nou, dat vind ik niet kunnen. Nee. Laat wat voor je horen. Simpel zat. Maar oké, ik ga daar straks naartoe. Ik neem jullie dus niet mee. Ja. De Copro, die had eigenlijk weer aan de lade gemoeten dan. Die zal ik straks wel aan de lade leggen voor van de week. Dat, die houkoude tasje, die zit nou hier in een tasje. Die. En daar haal ik hem dan uit. En dan gaat hij aan de lader. En dat als we van de week al nog weer omtoer gaan met mooi weer, dan kan die mee. Ja. Kunnen jullie mee, laat ik het zo zeggen. Dus ja, lieve vrienden, geniet van alles. En ik kom straks wel weer retour als ik weer thuis ben. Doedidokies. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Vrolijkje het net gedronken. Dus dan kan hij wel met zijn kap op. Moet hij zich ook niet aanstellen. Nou deed hij het zomaar zonder pardon met de kap op. Drinken. Ja, meisje. Vrouwtje weer thuis, hè? Ja. En daar heb ik kandels. Hé? Ja. Ja. Ja, ik heb ook boodschappen gedaan. Dus dat zal we zo opruimen. Ik heb er ook een bounty erin. Ik ben bij het politiebureau geweest. Nou, veel opgeschoten ben ik nou ook weer niet. Maar ik ben wel een klein beetje wijzer. Wat hadden ze gedaan? Ik ben vorig jaar nog naar een vergadering. Nee, dat jaar daarvoor ben ik naar vergaderingen geweest. Maar die vergaderingen, daar ga ik niet zo vroeg van mijn bed uit. Nee, want dat die hele vergadering, dat is een fluitje nou, dat is niks waard. Nee, ze zitten daar een beetje koffie te leuten, s'morgens vroeg om 9 uur en te vertellen wat ze gedaan hebben. Nou, goh, dat schiet me wat mee op. Nou, dat hoef ik niet te weten wat hun gedaan hebben. Nee, het gaat er mij erom dat men meer contact legt met elkaar en met elkaar de buurt doorgaat en elkaar op de hoogte houdt van hé, daar is niet pluis, dit en dat moet, is daar aan de hand, politie erbij. Ja, maar nee, wordt niet gedaan. Nee. Niet heel goed zo, kerel. Ja, dus ik ga nou lekker een bakje koffie maken en ik zal mijn portemonnee terugpakken. Daar heb ik het briefje in met de desbetreffende naam die ik op moet zoeken. Telefoonnummer mochten ze niet geven. Ik denk, oké, nou ja. En dan heb ik aan die andere agent die ik toen heb gekregen, zo'n wijkagent, daar heb ik niks aan. Ik had de verkeerde wijkagent doorgekregen. Ja, wat moet ik daarmee? Twee keer niks. Iedere wijk heeft een eigen wijkagent. Dus ik heb met deze vrouw helemaal niks die ik op mijn telefoon heb staan. Dus die gaat eruit en die andere gaat er straks er mooi in. Ja, en die bel ik. En dan zal ik me even keurig netjes voorstellen wie ik ben. En waarvan ik ben. En wat mijn plannen zijn. En deze nacht komt hij maar lekker om een bakje koffie in zijn vrije tijd. Even buurten. Ja. Ik wil wel alles weten met wie ik te doen heb als wijkagent zijnde. Ja toch? Dat moet ik er kunnen. Zo is dat. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. Ik ga ook weer snel aan de gang. Boodschappen opruimen, koffie drinken, bounty erbij. Even voor de voor de computer die normaal zijn naam opzoeken. En dan komt het allemaal goed. Dus ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden, en het is alweer bijna 2:30. Ja, 2:28. Dus het is weer een tijd voor komen en een tijd voor gaan. Ja, en daarom gaan we met z'n allen weer naar boven toe om te slapen gaan. Ja, die is
die loopt al rondjes te drijven. Laat me er nou uit. Ik wil naar boven. En ik bekijk het maar even totdat ik zover ben. Ja? Ja. Jee, ja. Weet wel dat je naar boven toe wil, maar het gebeurt nog niet. Nee. Ik ben nog niet zover. Water kookt. Water staat op. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, ook jullie welterusten. Slaap lekker met mooie dromen en gezond weer op. Doei doei!